Goedemorgen allemaal. We zijn net aangekomen in Agadir in Marokko. Mooie vlucht gehad, wel wat vroeg vertrokken. Morgen om 2 uur in bed, om 6:30 vliegen we naar Schiphol. Maar veilig aangekomen, lekker warm hier. We gaan de auto nou gereed maken voor de technische keuring vanmiddag. Dan morgen nog even testrijden en dan kan zondag de rally eindelijk gaan beginnen. We zijn aangekomen bij de start van de eerste proef. Hier in het zuiden van Marokko aan het strand. Over een klein uur gaat het hier van start. Special van 70 kilometer langs de kust. Goedemorgen allemaal. Gisteren hebben jongens in de rallywagen een 0 zware dag gehad. 3 kapotte banden op de proef. Ja, wij hebben met ons service team halverwege nog gewisseld. Ze hebben een uurtje mee bezig geweest. Met ik denk bijna 40 graden in de woestijn. Heel zwaar allemaal. Toch heel mooi gegaan, heel de dag. Laat binnen. We waren vannacht om 2:30 hadden we hem pas klaar. Nou gaan we zo meteen starten voor de volgende dag. Weer een lange dag, 400 kilometer bijna. Met veel stenen wederom, dus oppassen voor de banden. Maar ook de eerste duinen komen eraan. Echt woestijn dus. Hier achter mij het resultaat. Aanhanger vol kapotte, maar ook nog hele banden. In afwachting op de rallytruck. Het is hier echt geweldig mooi, niet te geloven. Zover als je kijkt kunt, alleen maar duinen, alleen maar zand. We zijn bij het Rode JC stadion, de laatste voorbereidingen aan het doen. En dan zijn wij klaar voor de derde editie van de truckrun. Altijd weer een leuke verrassing voor ons. 19 april was het Nationaal Secretaressendag en we zijn weer flink in debatten gelegd. En blij mee, Kim? Heel blij. Allee. Doei. Doei. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Mark Frans. Ik zit nu 4 jaar in China en al die 4 jaar bij KLG. Wij staan vandaag bij onze loods in Shanghai. Ik hoop dat jullie het logo hierachter kunnen zien. Dit is onze grootste loods in China, 12.000 vierkante meter in totaal. Dat is een van onze 4 loodsen. We hebben ook loodsen in Qingdao, Xiamen en Shenzhen. Maar dat heeft Tom jullie vorige keer in de eerste vlog volgens mij al verteld. Vandaag hebben we een belangrijke dag hier. Er is een hele grote economische missie vanuit Nederland. Is in China. Daar is onder andere Mark Rutte bij, Sigrid Kaag en nog een heel aantal andere hoogwaardigheidsbekleders. Wij hebben in samenwerking met de ambassade, RVO en nog een aantal andere partijen hebben wij geregeld dat we vandaag naar onze loods komen in Shanghai. En daarna gaan we de hele missie meenemen naar de poort, de deep sea poort in Yangshan. Dus ik wil jullie vandaag meenemen zodat jullie in Nederland ook een idee kunnen krijgen van hoe onze loods eruit ziet en wat we allemaal doen hier. Fantastische locatie hier in de haven van Shanghai. Ja, we zijn hier met de economische missie. Monique is een van de leiders van het hele verhaal. We zijn hier lekker in het zonnetje. We hebben net een lunch gehad. En we laten wat zien van KLG in China en ook van de haven hier in Shanghai. Hierna gaan we terug naar de stad. Ja. Jeroen is ook een van de vaders hier van de organisatie. Oh!
En hier hebben we onze collega uit Tilburg die onze treinverhalen goed verzorgt. Nu zijn we aan het genieten van een mooie uitzicht. En een fantastische lunch. En een lekker zonnetje. En een lekker zonnetje, technisch weer. Dus, we zijn heel hard aan het werken. Voor alle mensen die dat niet begrijpen, we zijn echt heel hard aan het werken. Zo ondernemen de Nederlanders. Ja, ja. Ja. Netwerken heet dit. En je kennis verruimen. De hoogste locatie is Shanghai. Ja.